ROCCO-aversie, het voorlichtingsprogramma van het ministerie van Arbeid. Vandaag zullen we het hebben over het zoeken naar werk, het zoeken naar een baan. We zijn bijna aan het eind van het schooljaar. De middelbare scholen maken nu examens. En mijn ervaring is dat meteen bij het horen van hun uitslag, dan begeven ex-studenten zich op de arbeidsmarkt om een baan te zoeken. Maar niet alleen maar mensen met een diploma, ook vroegtijdige schoolverlaters, die gaan op die arbeidsmarkt om naar een baan te zoeken. En ondanks het zoeken naar een baan, of laat me het zo formuleren, ondanks er verschillende mogelijkheden zijn om te zoeken naar een baan, is het niet eenvoudig om werk te vinden. Zoals bekend kunt u de kranten doornemen om te checken of er sollicitatieoproepen zijn. Maar wat je ook nu kan doen is gewoon checken via het internet, sociale media om na te gaan of een bedrijf vacatures heeft. Een andere manier is te gaan netwerken. En met netwerken bedoel ik dat je contacten gaat leggen en onderhouden. Ga na in je omgeving bij je vrienden of hun ouders ergens werken. En of je via hun ouders aan die informatie kan komen of er een vacature is bij het bedrijf waar ze werken. Dus netwerken is ook heel erg belangrijk. En als het niet lukt, zou het ook op een andere manier kunnen geschieden. En dat is een bezoek brengen aan de dienst der arbeidsbemiddeling. En de dienst arbeidsbemiddeling is een afdeling van het ministerie van Arbeid. Laat me u zeggen dat deze afdeling al heel lang bestaat. Die afdeling is zelfs veel ouder dan het ministerie. Het ministerie is ingesteld in 1970, maar arbeidsbemiddeling, ik heb documenten mogen zien waarin mij is opgevallen dat arbeidsbemiddeling al vanaf 1946 is opgenomen. Bij de instelling van het ministerie van Sociale Zaken en Migratie was er toen, dus heel lang geleden. We gaan vandaag praten over hoe je zou kunnen solliciteren, hoe je een baan zou kunnen zoeken. En we gaan ook praten over de dienst arbeidsbemiddeling, want die dienst brengt werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact. Dus wanneer werkzoekenden werk zoeken, dan kan de dienst arbeidsbemiddeling van dienst zijn. Maar ook werkgevers die vacatures hebben, die kunnen hun vacature melden bij de arbeidsbemiddeling. En dan kan de arbeidsbemiddeling ervoor zorgen voor een goede matching. Ze kunnen binnen hun bestand nagaan welke werkzoekenden er zijn. En dan kan die matching plaatsvinden. Vandaag praat ik met het hoofd van deze dienst, de dienst arbeidsbemiddeling, mevrouw Joan Rellum. Joan, welkom op de werkvloer van het programma ROCCO-aversie. Je ziet, we hebben die valhelms. Hè? Ja. Dus met veiligheid maken we geen grapjes. Je bent hoofd van de dienst arbeidsbemiddeling. Klopt. Hoe lang al? Sedert 2010. Oké, is al een hele tijd. Is al een hele tijd, sorry. Ja. En arbeidsbemiddeling, hebben jullie speciale programma's gericht op het recruteren van werkzoekenden? Nu en hoe was dat in het verleden? Oké. In het verleden hebben we dus al speciale programma's gehad dat we in 2012 het wijkenprogramma deden. We hebben toen in 7 weken in Paramaribo, Wanica en ook in Para hadden we Wit Santi aangedaan. Hebben we onze diensten naar de gebieden gebracht waarbij we dus uitleg gaven over wat we doen. We hebben andere werkarmen van het ministerie ook betrokken in die exercitie. SPWE, SAO, SHTTC. Waarbij de werkzoekenden ook werden ingelicht over trainingsmogelijkheden. Omdat het soms zo is dat de werkzoekenden wel behoefte hebben om te werken, maar ze missen bepaalde skills. En dat we ze dan op die manier adviseren om een training te volgen om zo hun arbeidsmarktkansen te vergroten. Dat is wat we in het verleden hebben gedaan. Nu zijn we in een fase waarbij we dus hebben nagedacht hoe we onze arbeidsmarkt beter kunnen voorzien of bedienen, zeg maar.
En nu zijn we dus in een fase waarbij we de dienst willen gaan transformeren. In de zin dat we onder andere de dienst beter bekend willen maken. Middels mijn promotie. We willen een website hebben voor de dienst. Waarbij we ons aanbod beter kunnen presenteren. Los van het feit dat mensen naar ons toe komen en bellen, maar dat we het gewoon via het internet kunnen doen. En dat we ook onze werkzoekenden beter willen bedienen door ze meer trainingen te geven van ons uit zelf. Dus sollicitatietrainingen en rechten en plichten van werknemers. Dat hebben we ook gedaan hoor, in het verleden, dat we dus maandelijks sessies hielden voor werkzoekenden die zich die maand hadden geregistreerd. Dan gaven we ze aan het einde van de maand een infosessie over het reilen en zeilen op de werkplek middels rechten en plichten trainingen en sollicitatietips. Dus dat is wat we in het verleden hebben gedaan en wat we dus nu van plan zijn om te doen. Wat betreft wanneer zou die website in place moeten zijn? We zijn dus nu bezig met een zoeken naar wat we precies op de website willen. Een goede ontwerper zoeken. En het is de bedoeling dat we tegen het einde van dit jaar wel meer duidelijkheid hebben daarover. Oké. Okay. En de dienst arbeidsbemiddeling richt zich vooral op werkzoekenden en werkgevers die vacatures aanbieden. Klopt. Is dat zo? Klopt. Het gaat om personen die op zoek zijn naar een baan die wij proberen te bereiken via onze website, onze Facebookpagina, die we via de afdeling voorlichting kunnen de mensen die informatie opvragen. En we hebben nu, dus op dit moment zijn we dus niet zo actief dat we dus echt naar gebieden gaan en mensen werven. Maar mensen kunnen zich altijd bij ons melden als ze dus behoefte hebben aan een baan en ze hoeven niet te wachten totdat, net als wat je zei, wanneer de school, wanneer het schooljaar voorbij is. Maar ze kunnen zich nu ook al aanmelden om zich te oriënteren en die informatie van ons te krijgen wat ze nodig hebben als ze op zoek zijn naar een baan of als ze aan werk willen. Oké, en als mensen op zoek zijn naar een baan en ze melden zich aan bij de dienst arbeidsbemiddeling en de dienst is aan de Eduard Brumastraat 52. Vroeger heette die straat Weidestraat. Het is nu Eduard Brumastraat 52. Op het terrein van het ministerie van Arbeid. Je loopt op het terrein, is het achterste gebouw. Daar is de dienst arbeidsbemiddeling. Als de mensen komen, dus als er iemand thuis is en die zegt van hé, mooi mensen komen rokken jongen. Wat moet die persoon meenemen als de persoon zich aanmeldt? Oké. Bij het aanmelden vragen we altijd naar sowieso je originele schoolbescheiden. Alle opleidingen die je gevolgd hebt. We vragen een pasfoto, je rijbewijs of ID-kaart om je te kunnen legitimeren. We moeten weten dat jij het echt bent. En dat is wat we vragen. Je kan elke dag tussen 8:30 en 2:30 kan je aanmelden. En dan wordt je geregistreerd en wordt de intake afgenomen. Men gaat na, wat is je historie? Heb je eerder gewerkt? Waarom ben je gestopt daar? Wat wil je nu? Wil je alleen werken? Wil je werken en eventueel een training volgen? Dus, en we proberen ook na te gaan, wat is de mensen hun huiselijke situatie? Want soms maakt dat ook dat ze dus stoppen met werken. Dus die informatie proberen we dus tijdens de intake te vergaren. En op basis daarvan gaan we dan gericht bemiddelen voor de persoon. Oké, dus de mensen moeten komen met hun originele schoolbescheiden. Ze hoeven geen kopies mee te nemen, toch? Nee, kopies maken we zelf. Of maken jullie zelf? Ja, voor het dossier. Maar we willen dus de originele ook zien. Ja. Een pasfoto en hun ID-kaart. Oké, en ik stel me voor hoor, dat er bepaalde mensen thuis zijn die de mabruya doen, want ze hebben geen papieren, ze hebben geen diploma's. Maar is de dienst ook voor die mensen dan? Ja, als ze, kijk, hebben ze geen diploma's omdat ze ze verloren hebben? Kijk, soms omdat ze gewoon hebben hun school niet afgemaakt. Nee. Oké, je kan je ook melden, je wordt ook geregistreerd. Ja. We hebben geen drempel voor mensen voor wat betreft opleidingsniveau. Iedereen mag zich aanmelden. En er zijn dus ook vacatures voor mensen die laag opgeleid zijn. Dus
Al heb je geen schoolopleiding genoten of al zodanige schoolopleiding genoten, mag je je ook melden. Oké. Ja. En werkgevers die nu kijken en die van mening zijn, ik heb vacatures binnen mijn bedrijf, die mogen zich ook aanmelden bij je. Die mogen zich moeten aanmelden. Moeten die ook persoonlijk lopen? Ze hoeven niet persoonlijk te komen, ze kunnen bellen naar de dienst. Oh, we hebben een telefoonnummer waarop men kan bellen. Wat is het nummer? 680-7142. Ja, op dat nummer kan men bellen. En ze mogen bellen en ze mogen hun vacatures doorspelen. Dat is het. Oké. En bij het doorspelen van vacatures, alleen maar aangeven, ik heb 3 bewakers nodig. Nee. Of moeten ze ook aangeven van wie de mensen zijn? Ja, we hebben een vacatureformulier. Dus als de werkgevers bellen, dan mailen we het vacatureformulier voor hun. En dan vragen we wat de werktijden zijn, wat het loon is dat de mensen zullen ontvangen. Natuurlijk, waar is het bedrijf? Wat zullen de werkzaamheden inhouden? Een beetje korte functieomschrijving vragen we. Zodat we dat ook kunnen voorhouden aan de werkzoekende. Want als je bemiddelt voor iemand en je zegt ik heb een werk voor je als administratieve kracht, dan moet je wel kunnen aangeven van je gaat dit en dit doen. Dat is wat de werkgever vraagt. Dus die info vragen we ook op bij de werkgever. En aan de hand daarvan, dan bemiddelen we voor de werkgever. Oké. Ik ga ervan uit dat jullie natuurlijk ook letten op voorwaarden die de werkgever natuurlijk presenteert. Of op basis waarvan die arbeid verricht zal moeten worden. Dat die voorwaarden natuurlijk zijn volgens de beginselen van decent werken. Ja, bijvoorbeeld veilig werken. Veilig werken, het loon. Het moet tenminste het minimum. Met het minimumuurloon houden we ook rekening. Ja. Dus daar. We kijken naar veilig werken. We kijken ook naar de werktijden, dat de mensen dus die 8 uren werken. En als de werkgever ze langer dan die 8 uren nodig heeft, dat ze dus ook in aanmerking komen voor overwerk. Ja. Dat zijn wel dingen die we ook eerst bespreken met de werkgever, alvorens we die vacature opnemen in ons bestand. Oké, dus als die matching dan plaatsvindt, als jullie een geschikte kandidaat vinden voor die werkgever, wat is het traject daarna? Okay. Wat gebeurt er? Moet die... Helpen jullie die kandidaat ook met een sollicitatiebrief of hoeft dat niet meer? Het hangt er vanaf. Sommige werkgevers vragen dat ze toch een brief schrijven en daar helpen we ook mee. Sommige werkgevers vragen alleen een cv. Die cv wordt standaard opgemaakt bij de intake, dus dat is er altijd. Ja. En dan maken we een afspraak voor de werkzoekende voor een sollicitatiegesprek bij de werkgever. En dan geven we de cv natuurlijk mee. En als er een brief gevraagd werd, gaat die brief dan ook mee en dan vindt er een sollicitatiegesprek plaats. En als de werkzoekende aangenomen wordt, dan hebben wij een traject dat we nog 3 maanden elke maand een keertje bellen met de werkgever en met de werkzoekende om te vragen hoe het proces verloopt. Bent u tevreden over die werkzoekende die we voor u hebben verwezen? We vragen ook aan de werkzoekende, gaat alles naar wens en zijn dingen zoals afgesproken, verlopen dingen zoals afgesproken, dingen als het loon, werk je echt die 8 uren? Dus die informatie vragen we dan op en dan houden we het nog 3 maanden, zo volgen we dat 3 maanden ongeveer. En daarna spreken wij van een duurzame plaatsing, dat de persoon dus duurzaam geplaatst is in een job. Oké, Joan, wat zou je die werkzoekenden willen adviseren? Dus mensen die het besluit nemen om actief naar een baan te gaan zoeken. Zou je ze willen adviseren dat ze eerst starten met zelf te solliciteren? Dus werken met zeg maar sollicitatieoproepen in de krant. Of dat ze eerst checken via sociale media of er vacatures zijn en dat ze zelf daarop reageren. Of zeg je ze van, nou, kom al vanaf het begin bij de arbeidsbemiddeling, dat we je een beetje sturen en die coaching geven en begeleiden. Of is arbeidsbemiddeling pas, moet die dus pas in zicht komen wanneer ze het hebben geprobeerd en niet hebben kunnen vinden. En dan moeten ze arbeidsbemiddeling zien als zeg maar het laatste station om het te proberen. Hoe zou dat moeten? Als je... dringend op zoek ben naar een baan, denk ik dat je alle mogelijke bronnen moet benutten. Yeah. En je meldt je bij AB bijvoorbeeld voor registratie, maar je kijkt ook, net als wat je eerder zei,
binnen je netwerk. Ja. Welke mogelijkheden zijn er voor mij? Je kijkt op social media. Je schrijft zelf sollicitatiebrieven. Je checkt in de krant. Het advies is altijd dat men alle mogelijke bronnen benut. Mm-hmm. En omdat de een altijd sneller is dan de ander. En het kan zijn dat arbeid in jouw geval net iets later is. Dus als je alle mogelijke bronnen benut, denk ik dat je je kansen vergroot. Arbeidsbemiddeling is er natuurlijk voor dat extra beetje coaching en motivatie. Mm-hmm. Maar als het gaat om zoeken naar een baan, denk ik dat je gewoon alle bronnen moet benutten. Oké. Okay. Ja. Okay. En hoe moet de werkzoekende zich voorbereiden op het zoeken naar een baan? Mm-hmm. Je moet weten waar je belangstelling naar uitgaat. Mm-hmm. En je gaat dan op basis daarvan een selectie maken. Want als je in de krant kijkt bijvoorbeeld of op social media, zie je heel wat vacatures. Maar je gaat toch kiezen voor hetgeen waar je belangstelling naar uitgaat. Mm. En als je moet voorbereiden, dan daarop doe je dat door middel van kijken naar het profiel van die functie. Want dat zet men vaak ook erbij. Mm. En dat je dan op die manier voorbereidt en probeert je sollicitatiebrief, als je die moet schrijven, dan op basis daarvan zodanig te formuleren dat je interessant overkomt bij die werkgever. Mm-hmm. Ik heb als voorlichter maak ik nogal vaak mee hoor. Mm-hmm. Dat we brieven krijgen op de afdeling. Mm-hmm. Want men weet niet, kijk, wij onderhouden die website van het ministerie, wij hebben een Facebookpagina. Maar we zijn de afdeling voorlichting, dus we zien ons als zeg maar die poort van het ministerie. Klopt. Dus soms krijgen we mailtjes, sollicitatiemailtjes, en dan zie je dat ze solliciteren naar een vacature binnen het bedrijf van ons. En dan vragen ze ook als er een werk is voor verkoper of verkoopster binnen het bedrijf. En dan zit ik me af te vragen van, heb je je wel voorbereid? Ja. Want we zijn toch geen bedrijf, we zijn een ministerie. Ja. En we hebben toch geen winkel op het ministerie. Mm-hmm. Dus het zijn dingen waarvan ik me vraag van, zou die voorbereiding niet beter moeten zijn? En laatst zei de minister me nog, ik zat bij de minister, en ze hadden een sollicitatiebrief naar hem gestuurd. En wist niet eens wat de volledige naam is van het ministerie. En weet ook niet eens hoe de minister heet. Mm-hmm. Ik zit me af te vragen, Zou dat wel zo moeten? Nee, het schort op dat stuk wel. We merken ook dat werkzoekenden zich vaak niet echt verdiepen in een beetje geschiedenis van een bedrijf of een ministerie. Mm-hmm. En dat als je een brief schrijft, dat ook een van de eerste dingen is die indruk maakt. Mm-hmm. Weet je, je kan niet naar een ministerie schrijven en praten over bedrijf. Mm-hmm. En als je bijvoorbeeld naar een bedrijf schrijft, dat je helemaal geen beeld hebt van de achtergrond en zo. Want die dingen komen ook aan de orde bij het sollicitatiegesprek. En die werkgever kiest ook op basis van de manier waarop je een sollicitatiebrief heb voorbereid, uit wie hij gaat uitnodigen, want als hij een vacature plaatst, krijgt hij misschien 100 reacties. Mm-hmm. Maar hij kiest er 5 uit voor een gesprek op basis van de manier waarop je je brief hebt opgesteld. Dus het is altijd goed als je je goed laat informeren, goed navraag doet over een bepaald bedrijf, voordat je een brief schrijft, want dat is ook bepalend voor een uitnodiging, zeg maar. En als je een sollicitatiebrief schrijft, zou je, want je gaat solliciteren, zou je moeten aangeven in je schrijven voor zeg maar welke functie je aanmerking zou willen komen binnen het bedrijf, wat je graag zou willen doen. Mm-hmm. Ik ga ervan uit als je een MULO-diploma hebt, dat je niet solliciteert voor een directiefunctie. Ja. Begrijp je? Maar dat je bijvoorbeeld, je kijkt wat jouw mogelijkheden zijn. Precies. Maar zou het niet zo, dat zou je dus moeten aangeven in je brief, of hoeft dat niet per se? Of mag je gewoon vragen van, heeft u een vacature voor me binnen uw bedrijf? Je hebt 2 typen sollicitaties. Ja. Hè? Je hebt open sollicitatie, dat is wanneer je op zoek bent naar een baan en je weet niet precies wat er in dat bedrijf ligt aan vacatures. Maar je hebt een bepaalde opleiding en je hebt een bepaalde belangstelling. Dus dan is dat een open sollicitatie. Je schrijft naar het bedrijf en je geeft aan wat je kan. Weet je geeft dat aan en dat je dan vraagt als er voor jou een passende vacature is binnen dat bedrijf. Ja. Maar dan heb je ook die gesloten sollicitaties waarbij de werkgever bijvoorbeeld gericht adverteert voor een telefoniste. Dan reflecteer je daarnaar en dan
op basis van jouw ervaring of jouw opleiding en je belangstelling voor die functie. Ze kijken ook naar wat zijn je competenties, dat je dat ook een beetje aangeeft in je, je brief. Ja. Dat je dan gericht naar die functie solliciteert op basis van je ervaring, je opleiding, je competenties. Maar dat je dat allemaal mooi verwoordt in je brief. En dat je dan op die manier je brief opstelt. Oké. Ik ga ervan uit mensen die reeds werkervaring hebben, dat die misschien een beetje meer kans maken op die arbeidsmarkt om in aanmerking te komen voor een baan. Maar hoe zit het met vooral die studenten die straks van de schoolbanken zullen zijn en totaal geen werkervaring hebben? Hoe kunnen ze dat opvangen in hun brief bijvoorbeeld? Hè? Heb je tips voor ze? Misschien hebben ze wel sociaal werk gedaan. Mm-hmm. Je hebt nu heel wat jongere organisaties zoals JC's, Leo Club. En die dingen zijn ook wel, dragen ook bij aan hun vorming. En werkgevers kijken ook daarnaar. Hebben ze vakantiejobs gedaan? Dus wat weet je toch een beetje over het arbeidsveld? En verder zou ik ze willen aanraden om zichzelf zo goed mogelijk te verkopen. Iedereen heeft competenties. En op basis van je competenties kan je jezelf ook verkopen, dat je dus altijd gedreven bent om werk op te pakken. Je kan goed samenwerken met anderen. Ja. Dus dat je jezelf ook eerst analyseert en op basis daarvan jezelf verkoopt als je dus geen werkervaring hebt. Oké. Geweldige tips, maar dan wil ik even een stapje verder. Ja. Als je wordt opgeroepen, je schrijft je brief en je wordt binnen het bedrijf geselecteerd. De leiding van het bedrijf, de werkgever, wil een gesprek met je hebben. Hoe ga je gekleed er naartoe? Wat zijn die dingen waarmee je rekening zou moeten houden? Moet je letten op je schoeisel, op je kleding? Moet je een das aandoen? Moet je een blazer aandoen? Wat voor tips heb je voor die jongeren vooral? Dat zijn blazer is niet altijd nodig. Kijk, je gaat mensen niet in kosten jagen, maar men moet wel netjes zijn. Ja. Je kan niet met okselmouwen gaan. Mm-hmm. Je kan niet met een pet gaan. Ja. Of met een zonnebril. Mm-hmm. Je moet ervoor zorgen dat je haar netjes gekamd is. Weet je? Je hoeft niet per se het supermooiste kapsel te hebben, maar het moet wel netjes zijn. Ja. En dat is wat we onze werkzoekenden ook meegeven. Ga netjes. Draag je okselmouw. Voor dames vooral geen laag uitgesneden blouses. Geen korte rokken. Geen shorts. Weet je, voor heren. En ook geen slippers. Ook als de mensen bij ons komen voor registratie, letten we op hoe ze gekleed zijn. We beginnen ze daar al. We beginnen ze daar al te trainen. Als ze met slippers komen, zeggen we ze van nee, we gaan je zo niet kunnen helpen. Weet je moet netjes komen. Dus dat zijn de dingen waar men op moet letten en natuurlijk op tijd aanwezig zijn. Je kan niet naar een sollicitatiegesprek gaan, wat bijvoorbeeld voor 11 uur gepland is. En je komt om 10:50, dat geeft al een slecht beeld. Het is altijd goed als je tenminste een kwartier vooraf aanwezig bent. En dan ben je ook in de rust, weet je, voordat je het gesprek start. En wat zou je met je mobiel moeten doen? Sowieso op silent of uitmaken. Okay. En als er toch een gesprek binnenkomt? Nee. Kan je die werkgever vragen van, houdt u even uw woord? Kijk, het gesprek duurt niet zo lang. Okay. Dus ik denk wel dat het telefoontje kan wachten. En je mensen in je naaste omgeving weten dat je naar een sollicitatie gaat. Dus die ga je sowieso niet bellen, denk ik. En de rest kan je terugbellen daarna. Maar het is echt geen doen om een telefoontje aan te nemen tijdens een sollicitatiegesprek. Nee. Oké. We hebben over het algemeen, denk ik, je mag me corrigeren over jongeren, maar ik denk wel over het algemeen jongeren. Maar misschien zelfs veel ruimer hoor. Veel meer mensen uit onze samenleving zijn geen mensen die heel erg bespraakt zijn. We zijn passief, heb ik gemerkt bij een sollicitatiegesprek. We gaan zitten en luisteren naar de werkgever en het is de werkgever die vragen stelt. En wij geven antwoorden, heel korte antwoorden ook hoor. Ik weet niet of dat correct is, of dat de houding van ons zou moeten zijn. Ik denk bijvoorbeeld, als ik voor die werkgever zou staan, zou ik hem sturen. Maar wat advies heb je? Kijk, mensen kunnen ook. Kijk, als je naar een sollicitatiegesprek gaat, je wil die job. Toch? Dus dat is je instelling, daarom ga je er naartoe. En zenuwen spelen mensen heel vaak parten. En daarom
stellen mensen misschien minder weinig vragen. Mm-hmm. Maar het is altijd goed als je je zodanig voorbereidt, desnoods je vragen op papier zet, zodat je ook niets vergeet. Yeah. En je moet vragen stellen. Dat geeft aan als je dat je belangstelling hebt voor de activiteiten die het bedrijf ontplooit. Dus je moet vragen stellen, al zijn het maar 2 of 3. Ook vragen over de functie. Maar je houdt het op vragen, je moet geen statement daar maken. Je mag een statement maken, maar het hangt er vanaf. Als je het doet, moet je het goed doen. Je moet je goed voorbereiden erop. Ja. En één belangrijk ding hoor. Want dat is een vraag die als voorlichter, ik raak er zo vaak mee geconfronteerd wanneer ik jongeren krijg op de afdeling en die informatie proberen in te winnen. En de vraag die steeds wordt gesteld, zou ik het initiatief moeten nemen om de werkgever te vragen van wat wordt het loon uiteindelijk? Of moet ik wachten totdat die vraag aan mij gesteld wordt? En wordt die vraag aan mij gesteld, wat moet het antwoord zijn? Je mag die vraag stellen, helemaal aan het eind natuurlijk. Dus je bent niet onbeleefd als je die vraag stelt? Je bent niet onbeleefd. Het heeft te maken met de manier waarop je die vraag stelt. Maar je mag die vraag stellen. Vaak stelt de werkgever wel de vraag hoor, van wat denk je te gaan verdienen? En ook, dat is onderdeel van je voorbereiding. Dat je een beetje nagaat wat gangbaar is binnen die sector aan lonen. En die vraag kunnen ze ook bij ons stellen hoor, want wij hebben dus ook een overzicht van wat gangbaar is. En dat we de mensen dan vooraf aangeven van je gaat ongeveer weet je, in die orde verdienen. Maar die vraag mag wel gesteld worden. En als men jou vraagt, dat je een beetje bescheiden probeert te zijn. Ja. Door niet super hoog te grijpen. Als je weet wat de range is, dat je een beetje daar aan het minimale van... Stel je weet dat je voor die functie tussen 1000 en 1500, zeg maar. Dat je zegt, we rond de 1000, dat je dat verwacht. Maar je mag wel aangeven wat je verwachtingen zijn. Joan, geweldige informatie die je aan vooral de jongeren hebt gegeven hoor. Ja? Graag gedaan. De volgende keer zullen we verder ingaan op het onderwerp van sollicitatiegesprek, hoe je brieven moet schrijven. Maar deze informatie, geweldig. Kijkers, ook voor het zoeken naar een baan geldt, de aanhouder wint. Hè? Dus met andere woorden, als je zoekt naar een baan, ga er niet van uit dat je al de eerste keer succes zal hebben. Je hebt sommige mensen die dat geluk hebben hoor. Ze solliciteren 1 keer en de man vindt er ook op. Maar het kan soms 4, 5, 6, 7, 8, zelfs 10 keer gebeuren dat je een poging hebt gewacht om te solliciteren. En je krijgt niet altijd een reactie op je brief, maar raak niet gedemotiveerd. Go door. En soms krijg je een reactie, maar je sollicitatie wordt afgewezen. Raak niet gedemotiveerd. Dat bedoel ik met de aanhouder win. Je moet doorgaan. En om je kans te vergroten, succes te hebben bij het solliciteren, wil ik een beroep op je doen om je goed voor te bereiden. Win informatie in over het bedrijf. Ga voor jezelf na welke job je zou willen doen binnen het bedrijf. Schrijf een heel goede brief. Stel geen, of kom niet met onrealistische wensen en eisen. Dus de gewoon, de normaal, de nuchter, schrijf je sollicitatiebrief. Ik heb het al eerder gezegd, en dan kan dit soort tak in, je hebt niet eens een MULO-diploma, maar je wordt een directielid. Of je wordt een chef van een van die afdelingen. Dus ben realistisch bij het solliciteren. En dan ga je zeggen, als die voorbereiding goed is en als je gerichter solliciteert, is de kans groot dat je succes zal hebben bij het zoeken naar een baan. En als dat toch niet lukt, vraag assistentie van de dienst arbeidsbemiddeling, de afdeling van het ministerie van Arbeid. Het adres is Eduard Brumastraat 52. Tot een volgende keer met een nieuwe aflevering van het programma Rocco Aversie.